komt u vandaan en wat komt u hier doen? Koning, wij komen uit het oosten en hebben een speciale missie. Hoogheid, dit zijn sterrenkundigen en wijzen uit het verre oosten. Aha, een speciale missie. En ik, de koning, weet van niks. Heer, wij komen voor een koning van de Joden die geboren is. Wij hebben zijn ster zien opgaan aan de hemel en we willen hem eer bewijzen. Het is heel bijzonder dat wij dat mee mogen maken. En daarom hebben wij bijzondere geschenken gezocht voor deze koning. Goud, wierook en mirre. Een koningskind geboren? Maar ik ben hier de enige koning. Weten jullie misschien waar de koning der Joden geboren is? Nou, ja. We kunnen het opzoeken, we zoeken het op. Volgens de profeet wordt hij geboren in Judea. In het stadje Bethlehem. In Bethlehem, zo staat het. Maar wij als Joden weten niks daarvan. Dat er een koning voor ons is geboren, weten wij niks van. Ik denk dat het eerst aan ons kenbaar wordt gemaakt en niet aan die wijzen. Gaan jullie mee naar Bethlehem? Zoek naar het koningskind. Volg de ster. God heeft de wereld lief gehad. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Jezus Christus. En iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. En Jezus zei, mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede, die kan de wereld niet geven. Maar ik wil hem jullie geven. Wees daarom niet bezorgd. En hou goede moed. Ook voor de kinderen. God zegen.